Goedemiddag. Goedemiddag Kathleen Koessens en Bart Keunen ook. Ben heeft al een aantal vragen voorgelezen die zijn voorgelegd, maar professor Keunen, u hebt er vast nog veel meer gelezen. Er zijn er 10.000 binnengekomen en u was panelvoorzitter als hoogleraar vergelijkende literatuur aan de Universiteit Gent. Hielp u mee die Vlaamse wetenschapsagenda opstellen, maar wat betekent dat concreet? Wat moest u doen of wat hebt u gedaan? In de praktijk kwam het er vooral op neer dat we veel moesten lezen, zoals je zelf ook zei. Dus de verschillende panelleden hebben vooral alle vragen die binnen hun domein vielen gelezen. En dan is er gediscussieerd geweest rond wat die vragen samenbrengt. Hoe dat je daar clusters in kan zien. En dat clusteren dat moest volgens een bepaalde methode die door de vrij strakke organisatie was bepaald. Wij werden eigenlijk door een computersysteem geholpen om alles in elkaar te steken. Wil dat dan zeggen dat de categorieën vastlagen of mochten jullie zelf er nog aan toevoegen? Nee, de categorieën die vastlagen waren eerder de wetenschapsdomeinen. En dat is ook een beetje vanzelfsprekend dat je een vraag over taalkunde niet laat beantwoorden door een historicus. Dat je geen vragen over muziek laat beantwoorden door een filosoof die met godsdienst bezig is. Dus de menswetenschappen en zeker de cultuurwetenschappen, dus de niet-sociale wetenschappen binnen de menswetenschappen, dus geschiedenis, literatuur, filosofie. Wij zijn zeer verspreid. Dus we hebben net zoveel disciplines als er menselijke interessevelden zijn. Waardoor dat wij dus toch tamelijk dicht bij ons domein bleven. Wat daar net al opviel bij de vragen, en in de vorige sessie ook, is dat er heel veel interdisciplinaire vragen waren. Hoe moeilijk is dat dan om die ergens op het juiste stapeltje te leggen? Wel, dat was misschien een beetje vervelend. Er waren heel veel vragen die inderdaad interdisciplinair zijn, maar die eigenlijk vragen waren voor andere wetenschappers dan cultuurwetenschappers. Dus de cultuurwetenschappers zijn, als ik het zeer karikaturaal zeg, een beetje de behoeders van het patrimonium. Zij bestuderen van wat de menselijke cultuur allemaal heeft voortgebracht, historisch, welke domeinen enzovoort. En de vragen die wij kregen waren niet zozeer gericht op welke aspecten van het cultuurleven zouden moeten beschreven worden, maar eerder de link met de wetenschap. Met de positieve wetenschappen. Heel veel nutsvragen. Zo de vraag van wat kan ik daarmee doen? Bijvoorbeeld de vraag over tranen en muziek. Ja, dat is een vraag eigenlijk. Het is een interdisciplinaire vraag, maar de nadruk ligt vooral bij mensen die met het menselijk lichaam bezig zijn, met hormonen en zo bezig zijn. Zij zijn eigenlijk degene die het begin van het antwoord moeten geven. Dus zoals altijd bij interdisciplinair onderzoek mogen wij dan wel meedenken om de bakens een beetje te verleggen. Maar het uiteindelijke antwoord dat mensen zeer graag willen, is van hoe werkt het? Zo. En dat is iets wat ik geleerd heb uit al die vragen, dat het wetenschappelijke technologische denken zeer prominent aanwezig is bij het publiek. Dus bij die scholen, al de mensen die de vragen gesteld hebben, daar lag heel veel nadruk op. En was dat een verrassing voor u? Was u verbaasd over de vragen die toekwamen? Niet verbaasd, alleen dat het soms lang zoeken was naar vragen die tot de kern van waar wij dagelijks mee bezig zijn toe gingen. Ik denk dat we het er net in voorafgaandelijk ook over gehad. Dat de kloof blijkbaar groot is tussen wat dat mensen die er niet dagelijks op een systematische manier mee bezig zijn, en de mensen die daar hun brood mee verdienen, die kloof toch vrij groot is. En ik vond dat heel ontluisterend. Wil dat dan zeggen dat jullie daar meer moeten over communiceren of de kans meer moeten krijgen of anders? Of dat dat gewoon misschien iets is wat niet iedereen gegeven is? Ja, dat is natuurlijk een belangrijke maatschappelijke vraag. Ja. Dus wat ik persoonlijk vaststel, ik spreek dan over de wereld van de literatuur, dat is dat de intellectuele horizon op de middelbare school niet meer zo groot is als vroeger. Dus dat zie je in alle onderwijsprogramma's, er worden andere prioriteiten gelegd. Ja, zou je inderdaad de vraag kunnen stellen, moet je niet eerst leren om zonder dt-fouten te schrijven vooraleer dat je gedichten van Hugo Claus leert analyseren?
Maar anderzijds is het wel zo dat de intellectuele bagage en de smaak ook voor wat dat literatuur belangrijk maakt. Hè. Het graag bezig zijn met het pietenpeuteren en de geest van anderen, wat romans lezen bij voorkeur is, dat wordt eigenlijk veel minder in groep besproken. En daar hebben we dus ook geen vragen over gehad. Een ander soort vragen bijvoorbeeld dat mij opviel, en dat is dan binnen de menswetenschappen, heel veel sociologische vragen. Dus de vraag die ik zo duidelijk zal moeten behandelen is eigenlijk, ik zal er ook mee beginnen. Maar daarnet heeft u ook een vraag gesteld over de toekomst van het boek. Nee, dat was het niet. Rijk zijn en opera. Ja, dat gaat niet over het plezier van de opera. Het gaat niet over van, wat moet ik daar gaan zoeken in de opera? Dat is eerder een sociologische vraag van, hoe is het publiek samengesteld? En cultuursociologen houden zich daarmee bezig. En wij werken ook, ik ben literatuursocioloog ook, maar dan eerder van het inhoudelijke type. Maar af en toe werk ik ook samen met sociologen en dan behandelen wij dat soort vragen. Maar dat staat niet centraal in wat wij in ons onderzoek en in ons onderwijs dagelijks doen. Mm-hmm. Dus vragen à la, hoeveel is er in Tom Lanois werk terug te vinden van Hendrik Conscience? Dat soort vragen, dat kregen jullie niet? Of nee, concrete... en dat zou mij ook matig interesseren. Nee. Dat zijn al de zeer technische, daar heb ik het eigenlijk niet over. Mm. Eerder een vraag bijvoorbeeld die een beetje aangeraakt, ik ken de formulering niet meer, is van, word je empathischer door lezen? Dat zijn bijvoorbeeld heel interessante vragen. Mm-hmm. Het is daar empirisch onderzoek naar gebeurd, maar je kan daar ook zonder empirische studies kan je daar een antwoord op geven. Waren er ook vele vragen of meerdere vragen waar u geen antwoord op kon geven, waarvan u zei van, dat is eigenlijk, dat weten we niet? Wel, aanvankelijk zaten ook de filosofische en meer religieuze vragen bij ons. Die zijn zo'n beetje afgesplitst. Die mensen hebben zich wat apart mee bezig gehouden. Ik heb daar alleszins niet zoveel contact meer mee gehad. Maar dat zijn heel vaak natuurlijk onoplosbare vragen. Ja. Vragen die te maken hebben met geloof, met waardebeleving. Mm-hmm. Maar over literatuur. Ja, het zijn vragen die tentatief wel kunnen beantwoord worden, zoals bijvoorbeeld, maakt kunst gelukkiger of maakt literatuur gelukkiger? Dat is natuurlijk wel een vraag die ons wel degelijk aangaat en waar wij ook zeer vaak over nadenken. Alleen kan je daar geen pasklaar antwoord op verzinnen. Dat zal ook trouwens in debat moeten met anderen. Alleen kan je, als je dat alleen gaat oplossen, dan kom je zelden dicht bij een bevredigend antwoord. Maar wel als je dat in dialoog met anderen doet. Mm-hmm. U beiden hebt hier alvast een deelaspect van die vraag voorbereid om te beantwoorden. Dr. Kathleen Koessens, u bent filosoof en muzikus, pianist, docent, onderzoeker aan de conservatoria van Brussel en Antwerpen. U gaat op zoek naar de grenzen tussen wetenschap en kunst. En u zal nu het deelaspect van de vraag beantwoorden. Hoe kan muziek mijn levenskwaliteit verbeteren? Aan u het woord. Ja, misschien zet ik mij ik denk dat ja. Dat was zo de vraag. Voilà. Oké, misschien wil ik eventjes... We mochten een paar prentjes meebrengen. Maar misschien had ik beter wat muziek meegebracht. Maar ik ga toch een heel korte, kleine oefening doen. Jullie kennen wel een symfonie. Papapapam, papapapam. Of tadadam, tadadam, padadadam, padadam, padadam, padadam. Of een opera. Ik ga jullie nu gewoon vragen om jullie ogen toe te doen zelfs. En om een paar dingen jullie te gaan inbeelden. Dus ogen toe alsjeblieft. En het eerste wat ik jullie vraag is een mooi klassiek muziekstuk in te beelden. Een symfonie of iets anders. Kunnen jullie je ogen toehouden en nu overgaan en jullie de stem van jullie grootvader inbeelden? Jullie houden de ogen toe en nu beelden jullie het geluid van een waterval in.
En plots zitten jullie op een tram met verschrikkelijk veel verkeer. En jullie eindigen jullie muziekstuk met weer een mooie symfonie. En dan mogen jullie zachtjes afsluiten. Oké, ik hoop dat dat toch een muziekervaring was, zelf in de verbeelding. Dat is iets fantastisch, muziek. Muziek behoort tot die ervaringen die vanzelfsprekend zijn, tot je erbij stilstaat. En wat ik nu gedaan heb, is eigenlijk een muziekstuk dat ik ooit samen uitgewerkt heb met een muzikante uit Australië. En dat heet Stille Muziek eigenlijk. En waarvan we de waarde onderzochten tussen alle relaties die te maken hebben met muziek. Het objectieve muziek. Wanneer is iets muziek? Dit was een constructie, het was een compositie. Ik was een beetje de structurele leider van de compositie, maar jullie hadden eigenlijk zelf in hand hoe die muziek zich wende en hoe zich muziek zich afspeelde in jullie hoofd. Oké, vele onderzoeken over muziek kijken naar de effecten van muziek beluisteren of muziek spelen op de hersenen, zowel in de ontwikkeling van kinderen als ervaringen van mensen met een trauma of met dementie. Muziek versterkt de aandacht, zegt men, het verzacht de zeden, zegt men. En dat wordt dan ook expliciet gerealiseerd in metrostations of in warenhuizen. Muziek triggert altijd iets, dat staat vast. Het zet iets in gang dat men vanuit verschillende onderzoeksdomeinen tracht te omschrijven. Het zij vanuit de neurologie, vanuit de psychologie, vanuit de geneeskunde, vanuit de antropologie, vanuit de filosofie. En in zekere zin is muziek iets dat het leven nabootst in een soort uitgepuurde vorm. Op een zintuigelijke, een lichamelijke, een voelbare, maar ook een intellectuele en analyseerbare wijze. En wat ik nu kort wil weergeven zijn drie aspecten waarvan ik denk dat die een enorme bijdrage bieden van muziek beleven en van muziek spelen aan onze levenskwaliteit en ook aan ons zijn in de wereld. En die drie bijdragen zijn, de eerste is dat muziek brengt een ongelooflijk complex geheel van kenniservaringen in een gezamenlijk entiteit naar voren. En die ervaringsgerichte kennis die is ongelooflijk, want die kan gewoon opgenomen worden op elk niveau. Je laat muziek horen aan een baby, of je laat muziek horen aan een muzikus, of je laat muziek horen aan iemand die misschien een verstandelijke handicap heeft. Muziek brengt altijd iets teweeg en heeft een vorm van kennis, een vorm van ervaringsgerichte kennis die opborrelt vanuit de zintuigen, vanuit het lichaam en die een impact heeft op het bewuste en het onbewuste, op het lichaam en geest, op de wereld en de muzikus, op het publiek en op de performer. En u was daar net zelf zowel componist, performer als luisteraar van uw eigen muziek. Dus wat is heel belangrijk in dat feit is iets waar we heel dikwijls aan voorbij gaan. Wij kennen kennis heel dikwijls als iets, ja, het is iets intellectueels, het is ook iets dat men neerschrijft, iets dat men in een theorie kan vatten, dat een bepaalde methode heeft. En al die dingen zitten in zekere zin ook in muziek, maar veel meer nog. Er zitten altijd die combinatie van, wat zou ik zeggen, van verschillende zintuigelijke, lichamelijke, intellectuele ervaringen, die komen allemaal samen. En dat is het fantastische aan muziek, dat het eigenlijk heel veel een synesthetische ervaring is. Een synesthetische ervaring betekent dat je één zintuig triggert, één zintuig aanraakt, en dat alle andere zintuigen ook in actie komen. En ik vraag me bijvoorbeeld af, als ik jullie gevraagd heb, luister naar de stem van jouw grootvader, of je niet ook misschien iets zag in jouw verbeelding, of misschien een geur had van de ruimte waar jouw grootvader was, of van de omgeving, een sfeerbeeld, of een gevoel had. Het triggerde onmiddellijk. Ik vroeg enkel naar het geluid, maar dus die synesthetische ervaring. Je luistert naar muziek, je voelt emoties, je ziet beelden, je maakt zintuigelijke associaties en je krijgt rillingen misschien ook. En bij het spelen van die muziek worden die synesthetische mogelijkheden eigenlijk ongelooflijk. Als je bijvoorbeeld een muzikus bezig ziet, een expert muzikus, die pakt een partituur, die bekijkt die partituur en in zijn hoofd is dat al helemaal aan het zingen. Niet noodzakelijk zingen, maar misschien zingen in de stem van het instrument zelf.
Meer nog, een violist of een blazer of een pianist, die zal zelfs het gevoel hebben van de vingers beginnen te tintelen waar je zou moeten spelen om die bepaalde melodie te gaan in actie zetten. Dus je hebt die, ook zelfs die haptische ervaringen, tactiele ervaring. Zelf al lijkt het allemaal maar in verbeelding, maar het is zelfs aangetoond dat muzici kunnen een partituur bijna van buiten leren, gewoon door de partituur te bekijken en exact te bedenken van welke vingers moet ik hier gebruiken, hoe ga ik dit doen, en dat ze achteraf dit gewoon vlot kunnen spelen. Een verder aspect van dat synesthetische is ook, als je bijvoorbeeld muziek denkt aan het expressieve karakter van muziek, dat wij altijd van die bijvoeglijke naamwoorden gebruiken, en daar kom ik in de buurt van literatuur natuurlijk en linguistiek, dat wij altijd bijvoeglijke naamwoorden gebruiken die ook weer uit al die domeinen komen. Men zegt dat een muziekstuk zwaar is, dat het licht is, dat het briljant is, dat het zoet is, dat het donker is. Of de syntactische kenmerken van een compositie. Het is gestructureerd, het heeft een dichtheid, het heeft een textuur. Wat is een textuur? Dat is ook weer iets tactiel. Het heeft een rechtheid, het heeft een verticaliteit, het heeft een horizontaliteit. En dus het beschrijven van muziek is bijzonder synesthetisch. Een muziekstuk is eigenlijk een geluidsevenement, maar het kan dus volgens een smaakzin beschreven worden. Het is zoet. Het kan ook tactiel beschreven worden. Het is ruw of briljant visueel. En zelfs als je kijkt naar wat er dan ook geschreven staat, de woorden die geschreven staan bij een muziekstuk, ook die zijn dikwijls van een hele andere aard. Men heeft de woorden, voor wie een beetje muziek kent, de woorden andante, lento, presto, allemaal te maken met de snelheid van een beweging van een lichaam. Ook emotionele woorden worden gebruikt. Een adagio betekent eigenlijk, komt van adagiare, betekent voorzichtig, voorzichtig opvangen. Sostenuto is stabiel, ondersteunend, is eigenlijk zowel een handeling, maar ook, heeft ook een emotioneel of een gevoelsmatige component. En vivace, vrolijk. En dus we zien dat muziek eigenlijk die ongelooflijke bron aan verschillende vormen van kennis, ervaringsgericht, lichamelijk, zintuigelijk, intellectueel, allemaal samenbrengt. En dat ervaringsgerichte element is ook in een proces. Je kan muziek niet in één oogopslag zien. Je kan het niet hebben, je kan het niet horen, of je zou een soort cluster hebben van alle noten samen, terwijl een beeld, een schilderij zou je dat wel kunnen doen. En dat proces brengt ons eigenlijk tot het tweede begrip. Naast het synesthetische en het enorme kenniscomplex van muziek heb je de tijdservaring. De tijdservaring, die heb ik u ingebracht. Ik heb u gevraagd om naar een symfonie te luisteren. Misschien luistert u naar een zeer recente symfonie. Ik vroeg meer naar de klassieke periode. U heeft ook uw grootvader. We hebben hier verschillende leeftijden in de groep. Dat zijn verschillende generaties waarnaar geluisterd is zelf. De waterval is ook weer iets, een tijdservaring. Misschien heeft u al echt een waterval ervaren. Misschien komt het van een televisie, misschien komt het van een ingebeeld idee. Dus de tijd van de muziek is ook een heel bijzondere tijd. Het is de tijd van het nu. Je beleeft muziek altijd in het nu. Zelfs als je een herinnering hebt van muziek, dan beleef je ook die herinnering van de muziek in het nu. Het is een voortdurend proces. En in die zin heeft het ook... die tijd van muziek neemt ook alles over. Als je echt opgaat in een muziekstuk, dan ben je de tijd eigenlijk ook weer, de chronos, de chronologische tijd, ook weer kwijt. En natuurlijk heeft de muziek ook een zeer mooie mathematische tijdsverdeling. En ja, hoe kun je aan een kind bepaalde breuken leren? Nou, wel, de wals is al een heel mooi voorbeeld van in drie kunnen bewegen, terwijl we natuurlijk heel bipedaal zijn, twee benen hebben. Het is ook de tijd van het verleden en de toekomst. Dat zagen jullie ook met de voorbeelden die ik gegeven had. Muziek vraagt om herinnering en vraagt om projectie. Je verwacht iets dat gaat komen. Wat gaat er volgend komen? Een muziekwerk beweegt ons tot zintuigelijke en emotionele reacties naar het verleden toe, naar de toekomst toe. Zoals bij het horen van de klank van een geliefd iemand. Ik had nu gevraagd de grootvader, maar je zou ook kunnen denken aan iemand anders. Misschien gaan jullie straks naar huis terug en denken jullie van, laat ik nu eens proberen inbeelden, stem van die of van die of van die persoon. En antropologie toont dan eigenlijk aan dat alle samenlevingen altijd een of andere vorm hebben van muzikale interventies in het leven. En zeker dat muziek dan er komt op momenten waar een samenleving het wat zwaarder heeft of wanneer iets specialer is. Een begrafenis, een kind dat geboren wordt, een overgangsritueel, de regen die moet vallen, wat dan ook.
En neurologie toont ook aan dat er in de hersenen structuren zijn waar die elementen samenkomen, zoals bepaalde structuren in de hersenen die instaan voor oriëntatie, die instaan voor het volgen van iets, van het begrijpen van iets, die staan ook in voor herinnering en die staan ook in, die worden ook volledig getriggerd door muziek. Muziek is dus eigenlijk ook een narratief. Verwachtingspatronen en spanning, daar is heel mooi onderzoek over gedaan van hoe gaan we met muziek om. Als het verwachtingspatroon altijd ingevuld wordt, dan worden we muziek een beetje beu. We zoeken eigenlijk naar iets dat aan ons verwachtingspatroon gaat voldoen, maar toch ineens aha heeft. He, die spanning, jullie weten ook, filmmuziek, doe de filmmuziek gewoon weg en de film valt wel erg stil. Of doe eens omgekeerd, zet eens gewoon de muziek aan van een film, kan soms ook jou zeggen van... Lijkt een beetje saai, moet zeker een gesprek zijn. Of, nu gaat er iets gebeuren. Dus dat soort verwachtingspatronen en spanning. En in die zin mimiekt muziek ook het leven. We moeten alle dagen wel improviseren. Het leven vraagt om voortdurende improvisatie. En dat is ook heel mooi in muziek. Dat je een aantal aspecten hebt van het leven die dan eigenlijk in een uitgepuurde kunstvorm worden gegoten, zoals improvisatie. Het ritme is heel belangrijk, het ritme in muziek. Er is een wetenschappelijk begrip, entrainment. Ik weet niet of je dat kent. Entrainment is een heel mooi begrip waarin eigenlijk lichamen van levende wezens, maar ook soms van objecten, zich gaan aanpassen aan een omgevingselement. En dat kan natuurlijk zijn dat de 24 uur van het circadische ritme van de dag, waaraan wij ons aanpassen. Maar ook als bepaalde dieren getriggerd worden met bepaalde muziek of zelfs de orgelpijpen van Weilig. Of de klokken van Huygens, als je die allemaal samen laat beginnen lopen na een zekere... Ik heb het zelf uitgeprobeerd met metronooms. Na een zekere tijd gaan die dus in fase of in tegenantifase gaan. Dus daar is ook een vreemde situatie tussen in muziek en in het ritme van muziek. En dat is ook heel mooi dat je dat terugvindt als mensen dan luisteren naar muziek. Dan zie je de hele massa gaat. Iedereen gaat een zekere en gelijkaardigheid. En je krijgt een soort hartslag of op zijn minst een beweging, een bewegingspatroon dat eigenlijk koppelt. Hè, dat de mensen aan elkaar in één grote beweging doet. En zo'n entrainment is een onbewust proces, maar het kan zelfs gaan tot een zeer diepgaande actie waarbij je dan eigenlijk komt tot een soort vorm van flow. En dat is vanuit de psychologie ook bestudeerd. Csikszentmihalyi heeft daar heel interessante studies over gedaan. Dat is een situatie waarin je begint samenspelen met andere mensen. Je gaat er volledig in op en je vergeet de tijd. Je vergeet wie je bent eigenlijk. Ben je daar als verschillende individuen en ga je samen op in dat muziek maken. En dus het is een toestand van totale absorptie, concentratie, actiebewustzijn, vervorming van tijd en intrinsiek genot. En die ervaring van flow wordt door een aantal psychologen, die in muziek aanwezig is, wordt door een aantal psychologen onderzocht bij muzici om deze ook te kunnen gaan toepassen in andere domeinen van het leven. En daarmee kom ik natuurlijk dat die gezamenlijke activiteit, kom ik naar mijn laatste punt, en dat is de intersubjectieve ervaring en dialoog. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Zoals het leven zelf vermengt muziek voortdurend tijd, ruimte en individuen. En dat gaat over de hele tijd, van het verleden naar het heden. Dat is horizontaal. Hoe kan je soms een andere cultuur beter leren kennen dan is gewoon naar hun muziek te gaan luisteren. En in een muzieksituatie ontstaan er voortdurend synchrone en diachrone interacties tussen mensen, die ongelooflijke bronnen van communicatie en creatie kunnen bieden. We ademen samen in het leven, we kunnen samen bewegen, we kunnen samen handelen. Maar door en in muziek wordt die dialoog op een enorme wijze zeer spontaan en makkelijk. En door het uitwisselen van die informatie die en onbewust en bewust kan gebeuren, omdat die ook met die entrainment te maken heeft, met een aantal patronen van onze lichaamsbeweging en van ons opvangen van, perceptie-elementen, krijg je natuurlijk ook het synchroniseren van je eigen ritmes of het dialogeren, het complementeren van andere elementen. Dus in eerste staat, zoals ik zei, een primaire staat van entrainment, die we overal in alle toestanden hebben. In de tweede plaats creëren en co-creëren. Hè? Wat is er leuker dan in muziek samen te gaan dansen als je het niet speelt, maar als je het speelt om samen te spelen en op te gaan in de ritmes van de anderen, in dialoog te gaan, waarbij een nieuwe gedeelde wereld ontstaat die onafhankelijk is van andere verschillen. En in de derde plaats, en dus ook een, zoals ik daar straks zei, een soort universele taal is, zelf al is ze niet universeel, want muziek is
muziek in zichzelf in C is universeel, maar de verschillende muzieken zijn natuurlijk cultureel bepaald. Maar het is wel iets dat we kunnen appreciëren vanuit alle culturen. En in de derde plaats is muziek iets dat intersubjectief wordt doorgegeven tussen generaties, over culturen. Het maakt onderdeel uit van een cultuur van ons samenleven en biedt zo'n houvast, een situering en een bindmiddel in een samenleving. Het opent ook de weg tot andere culturen. En dus, ik wil besluiten gewoon met die drie punten nog eens op te noemen. Ik zie de enorme impact van muziek op ons leven en van wij mensen op muziek ook als een mogelijkheid. Muziek dus combineert al die verschillende mogelijkheden, zintuigelijke, lichamelijke, intellectuele, mathematische kennis, die komt in één vorm naar buiten en die kan op heel veel verschillende niveaus naar buiten komen. Dat is iets fantastisch. Terwijl voor wiskunde moet je toch al wel iets direct iets anders weten. Ten tweede, het is een bijzondere tijdservaring die ons kan doen bewegen en die ons emotioneel kan doen bewegen en die ons ook een bepaald narratief geeft. En ten derde is het een intersubjectieve, interactieve beleving. En het is een ongelooflijke vorm van communicatie waarbij de dingen niet expliciet moeten gemaakt worden in woorden, maar waar ze impliciet beleefd worden en in een zintuigelijke en lichamelijke vorm gedeeld worden. Dank u wel. Dank u wel, dokter Koessens. Dat was bijzonder interessant en ik heb nog allerlei vragen en misschien het publiek ook, maar ik ga die opsparen voor straks. Professor Keune, u hebt ook een vraag voorbereid. Heeft literatuur in deze multimediale tijd nog wel een toekomst? Dank u wel. Ik ga eerst iets zeggen over de vraag. En dan ga ik de vraag een beetje naar mij toe halen. En dan illustreer ik die vraag en ik eindig met een iets wat filosofische conclusie die hopelijk ook een antwoord is op de vraag die mij opgelegd is. Eerst iets over de vraag. Eigenlijk is dit een vraag, zoals ik daarnet al aanduidde, een vraag waarvan ik vermoed dat de vraagsteller vooral een sociologisch antwoord zal willen. Maar ik ga het willen beantwoorden als een cultuurwetenschapper. Dus waarom is dit een sociologische vraag? Wel, het is inderdaad zo, we leven in multimediale tijden. Een socioloog zal kunnen vaststellen dat onze tijdsbesteding geleidelijk aan getransformeerd is. Dat er veel meer ruimte is voor allerlei visuele interacties met de werkelijkheid, via de schermen waarmee we geconfronteerd worden. En dat er tegelijkertijd minder tijd is om te lezen. En dat blijkt ook, dus er wordt nog inderdaad heel veel gelezen, maar voor het lezen van literatuur blijkt er steeds minder tijd te zijn. Dus dat is een heel interessant antwoord, maar dat is niet het antwoord dat literatuurwetenschappers geven. Dat is het antwoord dat een socioloog zou geven. Iets anders, als de socioloog ook wat psychologische interesse heeft, dan zou hij kunnen vragen waarom dat mensen bijvoorbeeld lezen of niet lezen. Ook daar is een onderzoek naar gebeurd. Blijkt dat lezen wel degelijk samenhangt met een vorm van oefening. Bepaalde teksten, bepaalde literaire teksten kunnen niet gelezen worden als je niet geleidelijk aan een opbouwende ervaring hebt. Dus training is daar belangrijk. Waardoor dat ook, als je het minder doet, dat het ook vermoeiender wordt. En dat heeft met die flow-ervaring ook te maken. De flow-ervaring treedt niet op als de inspanning te groot is. Dus het moet met een zeker gemak zijn, opdat je kan opgaan in de roman. Dus wat dat betreft is het inderdaad zo, als je die twee nu met elkaar combineert, als er minder tijd is om te lezen en mensen verslinden minder pagina's, dan zou je inderdaad kunnen zeggen dat de gevoeligheid voor het lezen zou afnemen. Nu, hoe interessant het antwoord ook is, het is niet mijn specialiteit. Mijn specialiteit is cultuurwetenschappen. En voor een cultuurwetenschapper is dit eigenlijk een absurde vraag. Waarom zou je dat vragen? Elke cultuurwetenschap houdt zich bezig met een belangrijk domein van de menselijke ervaring. Literatuur gaat, zoals ik zo dadelijk zal uitleggen, gaat over verbeelding. Het gaat over zich inleven in anderen. Dat gaat altijd blijven bestaan. Zo dat is een beetje een absurde vraag. Weet je, zoals je zou kunnen vragen aan een theoloog of religie zin heeft in een wereld van ontkerkelijking. Ja, natuurlijk. Religie is, tot spijt van wie het benijdt, denk ik, onuitroeibaar.
is geen waardeoordeel, maar dat zijn impulsen die zeker zullen blijven voorkomen. Dus waarom een cultuurwetenschapper dit een absurde vraag noemt, heeft dus te maken met dat literatuur altijd een belang heeft. En dat kan ik ook toepassen op het object van de vraag, de multimediale wereld. De multimediale wereld zit vol met verhalen. Allemaal patronen die wij als literatuurwetenschapper bestudeerd hebben aan de hand van romans. Je hebt documentaires op televisie die volgen verhaalstraminen. Je hebt computergames volgen verhaalstraminen. Dus dezelfde soort van ervaring die wij al decennia lang, want literatuurwetenschap is nog niet zo oud, zoiets van in de 20e eeuw, die wij beschreven hebben, die wij onderzocht hebben, dat zie je dus terugkeren elders. Dus vandaar het antwoord, natuurlijk zal literatuur wel altijd belangrijk blijven. De vraag is natuurlijk in welke vorm. En dat is een zeer interessante vraag. Ik zou daarom ook voorstellen dat een cultuurwetenschapper hier vooral een antwoord op probeert te verzinnen door verschillende ervaringen van verhalen over verschillende dragers te vergelijken. Dat zou een zeer goede bijdrage zijn tot, van een cultuurwetenschapper tot deze problematiek. De vraag stelt, hoe realiseren verhalen zich in visuele media? Hoe realiseren verhalen zich in verbale media? En dat is een beetje de manier waarop ik de vraag naar mij toegehaald heb. Dus ik wil eigenlijk vooral proberen aan te tonen, ik ga dat doen aan de hand van een voorbeeld, dat literaire gevoeligheid wel degelijk iets toevoegt aan onze ervaring. Dat er een verschillende ervaring optreedt bij het lezen van verhalen in een roman en het bekijken van een verhaal bijvoorbeeld in een visueel medium. Zo min of meer zit er dus ook een zwaardegeladen in wat ik ga zeggen. Ik ga proberen de waarde van literatuur aan te tonen. En dat onderscheidt de cultuurwetenschappers van heel veel andere wetenschappen die waardevrij moeten zijn, terwijl onze wetenschap eigenlijk vooral reflecteert over waarden. We hebben een zekere systematiek om niet onze persoonlijke waarden zomaar op te dringen aan alles en iedereen, en zeker niet aan ons onderzoekobject. Maar wij reflecteren vooral over de waarden van dingen. Waarom zijn dingen belangrijk? Mijn voorbeeld is dus toegespitst op het televisiemedium. Dat leek me een interessant voorbeeld, want een van de manieren waarop dat verhalen tot ons komen op dit moment is vooral televisuele fictie. Denk aan het zeer populaire fenomeen bij jongeren van het benchwatching. Niet alleen bij jongeren, denk ik. Ik denk dat iedereen dat doet, benchwatching. Dus hele series bekijken. Dus ongeveer dezelfde tijd die je vroeger nodig had om een roman van Dostojevski te lezen. Dat is wat mensen nu doen met televisieseries. Dus dat leek me interessant en ik wil teruggrijpen naar een case die ik in mijn lessen over literaire verbeelding altijd gebruik, maar die ook terugkeert in een boek dat ik nu aan het schrijven ben, namelijk de verfilming van de sterfscène van Madame Bovary in zijn verfilming door Claude Chabrol. Niet de minste, dat is een van de grote namen van Nouvelle Vague, een goed gemaakte film. En ik vergelijk dat dan meestal met één pagina bij Flaubert, de schrijver van de roman, waarin dat twee totaal verschillende dingen gebeuren. Het lijkt ongeveer over hetzelfde te gaan, maar eigenlijk gebeuren er twee verschillende dingen. Die sterfscène, hoe zitten die in elkaar? Dus je hebt een zieltogende Emma Bovary, die ligt op haar bed. Ze heeft arsenicum geslikt omdat ze het leven niet meer zit zitten. Ze is verstrikt geraakt in allerlei leugens. Maar ze is ook verstrikt geraakt in dromen die haar ongelukkig gemaakt hebben. Ze droomt van een zeer briljant leven. Liefst in de hogere kringen en ze heeft zich in de schulden gewerkt en ze heeft talrijke minnaars genomen om die dromen te realiseren. Dat is allemaal mislukt en dus ze heeft ook een licht depressief trekje, waardoor dat ze... Ja, dat wordt heel mooi beschreven, dus je herkent bepaalde symptomen. Als ik dat mag zeggen, als niet-psycholoog. Maar je merkt dat ze in een soort van tunnelvisie terechtkomt en ze besluit... arsenicum te slikken. Een zeer pijnlijke dood. En dat wordt dus ook zo beschreven. Dus zij ligt echt zieltogend op haar bed, wordt zo beschreven. Maar komt in de film ook heel mooi aan het bod. Tweede element in de scène is dat door het raam een vulgair liedje weerklinkt. Er is namelijk een oude man, die alles eerder voorkwam in het verhaal, die zingt een vulgair liedje over een landbouwscène van mannen die houden van opwaaiende zomerjurken. Het is een vrij vulgaire tekst. Een derde element is dat rond het bed staat er een echtgenoot en een pastoor en enkele notabelen.
En die praten met elkaar. En het vierde element is dat ze sterft. Ja. Goed, wat is de sterkte van de verfilming? In de verfilming kan je heel minutieus het aftakelingsproces tonen. Dus Chabrol heeft gekozen voor een bepaald soort van belichting. Een paar effecten. Hij heeft vooral die bittere dood van de arsenicum, als ik dat met een woordspelletje mag zeggen, heeft hij die willen inscenereren. Een blauwe tong getoond. Het personage lijkt een beetje zoals de bezetenen in The Exorcist. Dat is een beetje dat effect. Dus een filmmaker kan daar een esthetisch effect mee bekomen. Hij kan beelden maken die blijven hangen op een netvlies en die je nog zal verder herinneren. Het tweede wat een filmmaker kan doen, is visies weergeven. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft die prevelende gesprekken van die notabelen bij dat ziekbed en het reutelen, kan het niet anders uitdrukken, van Emma Bovary, heeft heel mooi weergegeven. Je krijgt dus die heel beklemmende sfeer. En dan op het einde heeft hij ook nog een discussie ingelast. De pastoor meent namelijk dat dit Gods wil is. En dan wordt meneer Bovary wordt dan boos. En meneer Bovary zegt, nee, het is la fatalité. Het is noodlot. Ik geloof niet in jouw God. Dus dat kan je allemaal bij de film doen. En dat geeft een sterk esthetisch effect. Wat is nu de sterkte van de roman? En wat is de sterkte van literatuur? Het eerste is dat literatuur het geheugen activeert. Dus in het fragment, ik dacht dat ik maar 5 minuten had, dus ik kon het niet voorlezen, ik had het eigenlijk beter gedaan, krijg je dus allerlei herinneringen aan vorige scènes. Het geheugen van Emma Bovary wordt geactiveerd, dus je eigen geheugen ook. Je denkt aan oude leeservaringen. Er wordt echt gestuurd omgegaan met de verbeelding van de lezer, dus je krijgt allerlei dwarsverbanden. Waardoor je eigenlijk ook op een heel pregnante manier de vraag gaat stellen, waarom doet zij hier dat? Dus dat kan je ook hebben als kijker van een film, maar niet van waarom denkt zij dat? Het denken kan je niet weergeven via de film. Je kan dat allemaal oplossen met allerlei labmiddelen, maar het echte denkproces waar de literatuur centraal staat, het is het denken van Emma Bovary dat je leert kennen. Daaraan gekoppelde emoties die je daarbij kent, die gedachten gaan gepaard met emoties, dus die leer je eigenlijk tijdens het leesproces kennen. Dus dat is het eerste voordeel dat je bij literatuur hebt. Er is ooit een literatuurwetenschapper, ik dacht dat het Nabokov was, die gezegd heeft van, ik ken Madame Bovary, ik ken Anna Karenina beter dan mijn eigen vrouw. Dat is zo. Je leert eigenlijk een personage door en door kennen. Het is natuurlijk geen echt personage, maar je leert wel omgaan met bepaalde denkprocessen. Tweede element. Er is een zeer pijnlijk, emotioneel geladen contrast in de tekst tussen de ernst van het sterven, dat dus heel pregnant wordt weergegeven. Dus je voelt echt de ernst en dat bittere lot van die mevrouw. En het oppervlakkige plezier van dat liedje. Dus Flaubert die vermengt die beiden. Die gaat daar, dus je kan dat met film ook doen, maar als je die tekst leest, dan merk je eigenlijk voortdurend, dit klopt niet meer. Dit klopt niet meer, je kan echt dit niet doen. Dus het is een ontheilige eigenlijk van die sterfscène. Waardoor je natuurlijk wel denkt, waarom doet Flaubert hier dat? Hè? Zo van, ja, dat heeft natuurlijk, dan kan je verdere betekenis gaan aan toevoegen. Wellicht betekenis die je moet gaan zoeken in de sfeer van het leven gaat voort, de banale, oppervlakkige realiteit is dominant en af en toe hebben we iets ernstigs. En dus hij draait eigenlijk de rollen om, door van iets zeer ernstigs haalt hij die banaliteit erbij. Een derde element is ironie. Ironie is zeer moeilijk om weer te geven in een ander medium. Bij Flaubert, hij is een van de meesters van de ironie, is dat in deze tekst zeer goed te merken. Hij zet de lezer aan tot het nadenken over het leven na de dood door één zinnetje. Dus Madame Bovary ligt stuiptrekkend op haar ziektebed. Haar heupen gaan op en neer, zo wordt dat ook beschreven. En dan voegt hij eraan toe, ik citeer het uit het hoofd, want ik heb het niet opgezocht, alsof haar ziel sprongetjes maakte om zich van het lichaam te bevrijden. Dat is eigenlijk een zeer ironische opmerking, waar hij in het midden laat zo van, is er wel zoiets als een ziel dat na de dood gaat verdwijnen? Of sterft dit nu mee? En de bitterheid waarmee dat hij die scène beschrijft, doet ons een beetje vermoeden dat hij neigt naar de andere kant. En dan krijg je hier eigenlijk een zeer grappige omschrijving. Zo van, ja, die ziel, dus dat wat eigenlijk een doodstrijd is, gaat hij zeggen, dat is de ziel die eruit wil komen. En een vierde element is dat
lezen een trage ervaring is. Zelfs al duurt deze scène niet langer dan de verfilming, heb je toch het gevoel dat je trager informatie binnenkrijgt. Dat is omdat je die zelf bepaalt. Bij het lezen ga je die zelf bepalen, waardoor dat in die traagheid de beelden en de gedachten veel sterker geabsorbeerd worden. En dat is toch alleszins mijn ervaring, dat je die zo meedraagt naar de toekomst toe. Dus grote kunst is kunst die op straat opnieuw overvalt. Of je komt in een andere omgeving en je moet denken aan Madame Bovary, maar niet alleen aan haar, maar die gevoelens komen terug, die gedachten komen terug. Dus zo probeer ik de sterkte van de literatuur aan te doden en aan te tonen en... En kan je dus eigenlijk ook besluiten van, ja, in multimediale tijden, dit heb je ook nodig. Als het voor een tijdje zal verdwenen zijn, dan zal het wel terugkomen. De belangrijkste vraag is inderdaad een vraag waar ik straks nog op zal terugkomen. Moet dat niet meer gestimuleerd worden? Dus eerst, samenvattend van wat maakt literatuur zo bijzonder. Ten eerste is dat dus die traagheid, het is een traag medium, stimuleert de reflectie, activeert het geheugen. En daardoor zijn de zaken beklijvender. Het tweede element is dat literatuur op een heel bijzondere manier de verbeelding activeert. De verbeelding van literatuur maakt van de wereld een laboratorium waar een schrijver verschillende krachten uittest. Die meestal gepersonifieerd worden in personages. Soms kunnen dat instituties zijn, maar je krijgt een laboratoriumsituatie waarin dat processen elkaar kruisen en je hervoltrekt samen met de auteur de processen. En dat zorgt eigenlijk voor een heel diepgaande reflectie op hoe dat de menselijke wereld in elkaar zit. Dat kunnen sociologische processen zijn, maar dat zijn ook zeer vaak psychologische processen. Dus dat doet de verbeelding. Een laboratorium creëren waar je dingen kan uittesten. Het tweede is dat literatuur heel veel met empathisch vermogen te maken heeft. Zeker recente literatuur. Oudere ontspanningsliteratuur, heldenverhalen bijvoorbeeld, of verhalen met een sacraal nut of een duidelijke functie in de samenleving, hadden dat minder, maar vanaf de 18e eeuw zijn we in een wereld terechtgekomen waarin dat literatuur in eerste instantie het verkennen van personages is. We kruipen in het hoofd van personages. Vandaar dus ook dat onze empathische vermogens zeer sterk worden aangesproken. Vroeger gebeurde dat ook, maar dat was een zeer eenvoudige empathie. Dat was, behoort hij tot mijn groep of niet? Is het mijn held of mijn held niet? Nu wordt het veel meer het proberen begrijpen van processen. Je probeert je in te leven in verschillende personages met elkaar te confronteren. En daar oefent literatuur ook in. Dus je kan zeker zeggen, er is een correlatie tussen mensen die hoog scoren op empathische testen en mensen die veel lezen. Dat is een duidelijke correlatie. Maar of het een het ander veroorzaakt, daar zijn de meningen over verschillend. Ik vind het persoonlijk gewoon belangrijk dat de correlatie er is. Dat betekent dus dat in de literaire ervaring empathie een grote rol speelt. En, dus dat is iets om te stimuleren. En dan kom ik bij mijn laatste opmerking. In de wetenschapsagenda werd er ook vaak over gesproken en er wordt ook regelmatig op teruggekomen op het probleem van creativiteit. En ik denk dat dus wat dat betreft literatuur een heel belangrijke bijdrage kan leveren. Creativiteit moet hoog op de agenda geplaatst worden. In het onderwijs, op de werkvloer, in de psychotherapie, creativiteit. Maar dan vooral de creativiteit zoals in literatuur ook beoefend wordt, namelijk je verbeelding gebruiken. Dingen uittesten met verbeelding, dingen proberen te begrijpen door je in te leven. Een tweede afsluitende en de laatste afsluitende opmerking is, maakt kunst gelukkiger? In het geval van literatuur zou je zeker kunnen zeggen ja. Het is door die vertraging heb je meer garantie dat reflectieprocessen en emotionele compensatie vrijkomt tijdens het lezen, waardoor dat ik denk dat je meer greep op je leven krijgt. Ik kan dat nog niet bewijzen. Als ik ooit eens iemand vind om interdisciplinair onderzoek mee te doen, dan wil ik dat heel graag doen. Maar ik heb een heel sterk gevoel, ik denk dat iedereen het ook wel eens mee gaat zijn, je wordt gelukkiger door die vertraging. En wat dat betreft denk ik dat kunst een zeer belangrijke bijdrage is tot het vermeerderen van ons levensgeluk, om het met zeer overspannen termen te zeggen. Hartelijk dank. Dank u wel. Ik geef u zo meteen de kans om vragen te stellen, maar ik heb toch nog even al een vraag voor u beiden.
Zeker nadat u, professor Keunen, zei... cultuurwetenschappen zijn niet waardevrij, hoewel dat geen persoonlijke waarden zijn. Maar hoe kan je eigenlijk wetenschappelijk, academisch kunst bekijken? Wat is er dan het wetenschappelijke aan? Ja, dus waar wij vooral mee werken, is waarheid als coherentie. Dus wij moeten een coherent betoog opstellen. Dus onze categorieën moeten kloppen. Dus je kan niet eender... Het principe van niet-contradictie geldt bij ons ook. Dus je kan niet het ene beweren en dan ook het andere. Maar dus wat wij doen, is eigenlijk een beschrijving geven van hoe culturele mechanismen in elkaar zitten. Wij gebruiken daar dan in afspraak met onze collega's bepaalde termen voor, maar ook bepaalde categorieën die geïntroduceerd worden, die binnen een theorie thuis horen. Dan kan je dus vervangen door een nieuwe theorie. En dat is het systematische spreken dat in de cultuurwetenschappen overheerst. Daarnaast gebruiken wij ook andere methodes, zoals empirische methodes en bepaalde dingen. Ook de filologie heeft zijn eigen empirische methodes. Zo van, het moet in die voetnoot staan. Je moet kunnen aantonen, in die tekst staat het. Dus dat zijn, we hebben ook wel wat hardere methodes. Maar eigenlijk, in essentie, komt het vooral op neer dat we een beschrijving geven van wat er in het culturele leven gebeurt. En het grootste deel van uw werk is dan niet meten en weten, maar diep nadenken en zorgen dat je eigenlijk verhaal... Een goed verhaal vertellen over verhalen, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Ja, binnen muziek ben natuurlijk... muziek is altijd in zekere zin de objectiviteit of de manier waarop je er op een systematische manier, op een systematische wijze kan mee omgaan, is er zit altijd een bepaalde gesitueerdheid in. En zeker als je kijkt naar klassieke muziek, maar ook naar de hele evolutie in de jazz en de popmuziek, heb je bepaalde stromen, je hebt bepaalde evoluties van... Die gesitueerdheid is dan ook cultureel bepaald natuurlijk. Die bepaalde cultuur heeft zijn bepaalde tonale systemen, heeft zijn bepaalde ritmische systemen. En daarin situeer je. En dan kun je de vraag gaan stellen van, ja, kan een muzikus dan bijvoorbeeld een Händel spelen op een, wat zou ik zeggen, een impressionistische wijze? Ja, die kan dat misschien eens proberen, maar ik denk dat we een heel groot deel van die stijlfiguren van de Händels periode en de manier waarop die melodieën opgebouwd zijn, daarbij verliezen. Dus er is een methodische weg waarbij een muzikus, zou ik zeggen, of iemand die muziek beleeft, die dat ook gaat situeren binnen een, ja, ecologisch situeren, binnen een tijd, ruimte, historisch perspectief. Wat een heel interessant probleem is, is hoe kunnen wij, dan zit je een beetje te denken over klassieke muziek, als ik daar eventjes naartoe mag gaan. Neem bijvoorbeeld Brahms. Hoe kunnen wij de dag van vandaag Brahms... En daar is een hele periode geweest waar men muzici dat authentiek wouden spelen. Authentieke uitvoeringspraktijk. Nu, je kan zo ver gaan als je wil. Dan ga je natuurlijk gaan historische reconstructies hebben. Dan moet je natuurlijk interdisciplinair te werk gaan. Kunnen muzikologie gaan raadplegen. Maar je kan nooit meer in diezelfde mindset terechtkomen. Want als Brahms buiten ging uit zijn compositiekamer en hij ging buiten in de stad, dan had hij een heleboel andere soorten geluiden. Dan had hij een hele andere background, van auditieve background, dan wij nu hebben. En de dag van vandaag, als je vraagt aan een pianist om de intermezzi van Brahms te spelen, dat is, de universele taal van die composities is fantastisch, maar die gaat dat wel spelen met een auditieve background die totaal verschillend is. Dus, ja. Oké. Ik heb nog een heleboel vragen, maar ik ga u... toch eerst de kans geven, want misschien hebben jullie ook zoveel vragen. Ja? Ik heb een vraag voor professor Keun. Dank u voor de heel interessante presentatie. U hebt geëindigd met te zeggen dat u dus denkt dat kunst wel degelijk, of literatuur wel degelijk, gelukkig maakt door die vertraging. Maar een van de redenen die u eerder vermeldde was ook dat empathie daar zo'n grote rol in speelt. Nu, ik ben zelf... en bestudeer emoties. En ik vraag me al lang af hoe dat het komt dat wij ook naar bijvoorbeeld films of literatuur lezen, waar we eigenlijk in eerste instantie niet gelukkig van worden. Dus waar we tristig van worden of dingen die we pijnlijk vinden, zou ik daar iets over kunnen zeggen? Mm-hmm. Hoe dat dan toch iets is. Dat is een heel moeilijk probleem. maar ik denk wel dat ik heb daar wel een visie over. Ik probeer dat toch ook te verwerken. Ik denk dat het genot van de literatuur vooral zit in het overzicht dat je bekomt. In het ordenen.
Daar verschil ik ook grondig van mening van bijvoorbeeld Johan Braakman, die leest literatuur nou als sociobiologistisch. Wij oefenen ons in sprookjes om met gevaren om te gaan. Dat is maar een deel van de waarheid. Dus die inleving in slechte personen doen wij wel degelijk. Maar het is in het ordenen. Literatuur is een cognitieve activiteit. Narratieve is een cognitieve activiteit waarbij dat je de zaken op hun plaats zet en waar je vanuit een metastandpunt greep krijgt op de dingen. En greep krijgen gaat meestal met euforische emoties te maken. Dus je kan je natuurlijk wel voorstellen als iets je emotioneel te hard aangrijpt dat je niet tot dat moment toekomt en dan mislukt eigenlijk de literaire ervaring. Maar overal waar dat je er bovenop komt, kijk, dat trieste einde van Madame Bovary, dat is... Plots begrijp je die wereld. Dus ik denk dat het vooral zit, een beetje zoals de derde graadskennis bij Spinoza. Als je nu dat je toch met filosofie bezig bent. Spinoza heeft dat dus ook. Hè. Je hebt een emotionele bevrediging door het perspectief dat alles op een rijtje staat. En ik denk dat dat des mensen is. Ik denk dat we echt een heel sterke impuls hebben om te ordenen. Ik denk dat muziek dat voor een stuk ook heeft, hè. En trieste gevoelens bijvoorbeeld, doordat ze geordend zijn. Ja. Mag ik nog een heel kort opvolgen? Dus dan bedoel je waarschijnlijk ook dat kind in de eerste plaats bijvoorbeeld een soort escapisme is. Nee, nee. Nee. Kijk naar het tristige om dan wakker te worden en nee. Living. Nee, dat is het ook. Maar dat is niet de meest gesofisticeerde esthetische ervaring. Dat is net hetzelfde. Bij muziek kan je ook zeggen, je kan muziek als behang gebruiken ook. Dus er zijn verschillende manieren om een medium te gebruiken. En literatuur kan je ook gebruiken inderdaad om je happy te voelen. De boeketroman bijvoorbeeld, de liefdesroman, waar alles herhaald wordt. Uit empirisch onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook, het eerste wat je leest is het einde. Zodat inderdaad, dat ze zeker weten dat de genreconventies gerespecteerd zijn, want het gaat over de herhaling van bepaalde gevoelens. Dus kitsch geeft ook bepaalde gevoelens, werkt ongeveer op dezelfde manier, maar dat kan je geen gesofisticeerde esthetische ervaring noemen. Dat is een soort van kitteling, weet je, zoals het verschil tussen goed eten en pikant eten bijvoorbeeld. Ja? Het eerste is eigenlijk, men zegt altijd dat het boek beter is dan de film. Is dat de reden vraag of zijn daar schrijven? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is meer over mensen die veel boeken lezen, zijn betere schrijvers. Is dat een juist standpunt? Maar dat boeken in de zin van romans, ja. Die verbeeldingskracht nodig hebben in plaats van echte literatuur. Ja, wat dat eerste betreft, dat zijn vooral mensen die graag lezen en die de roman gelezen hebben, die dat zeggen. En dat heeft te maken met de mechanismen waar ik nu over sprak. Het is altijd een beetje een ontgoocheling als je een boek waar je van genoten hebt, als je de verfilming ziet. Maar het is zeker niet zo dat de literatuur superieur is ten opzichte van de filmkunst. Alleen moet je dan op andere dingen letten. Wat ik ook aan mijn studenten probeer duidelijk te maken is, beoordeel film op zijn merites. Ik waarschuw hen altijd van, ik denk niet dat je het boek gelezen hebt als je de verfilming gezien hebt. Dat klopt nooit. Maar wel, leer ook film appreciëren. Die vorm van narrativiteit heeft een eigen beeldtaal. Bijvoorbeeld, zijn verschillende verfilmingen ook van Anna Karenina. De laatste verfilming is een stuk beter dan de vorige. Bijvoorbeeld. En dat heeft te maken dat het een beter film is, kunstwerk is. Ja. En de tweede vraag... Schrijven. Lezen. Ah ja, dat is... Ik denk dat dat te maken heeft met die ervaring. Ik heb het nu uitgedrukt voor de gevoeligheid voor literatuur, dat je daar eigenlijk een soort niveau moet bereiken, dat je dus alles al een beetje uitgetest hebt en dat je dat weet. Ik denk om te schrijven en om zeker te weten van wat kan, om die intuïtie te ontwikkelen, moet je veel gelezen hebben. Dat blijkt ook. De meeste schrijvers lezen veel. Tenzij ze een of ander stijl hebben uitgevonden, en dat zijn meestal van die one-trick ponies. De Jack Kerouacs van deze wereld. Ik ga geen andere namen noemen, maar... Ik weet niet of ik een vraag heb, maar ik had wel een bedenking die al een tijdje door mijn hoofd speelt. Ik heb zelf een beetje een wetenschappelijk, hard wetenschappelijk achtergrond, maar ik hou veel van muziek en literatuur. En ik heb observatie al gemaakt, als ik iets zie, een natuurkundig fenomeen,
intrigeert mij dan. Als iemand mij dat dan nog eens kan verklaren, wordt dat precies nog mooier. Nog spectaculairder. Ja. Ik heb soms het gevoel dat bij literatuur en muziek, waar ik heel intuïtief een soort van esthetische ervaring heb, als iemand mij dat dan uitlegt, dat ik wat erachter zit, dan soms is dan de ervaring ook een beetje aan de knop. Dat kan zijn, ja. Ben ik daar alleen in? Nee. Het heeft heel vaak te maken met... Je moet natuurlijk... Het is geen harde wetenschap, hè. Dus er zijn heel veel slechte literatuurbeschouwingen die zeer eenzijdig zijn. Die bijvoorbeeld toehalen naar één perspectief. En dan gaat er heel veel verloren en dan stijger ik ook. Hè. Maar er is wel iets, zoiets als het begeleid worden in het ontdekken in teksten. En dat is een beetje wat mijn beroep interessant, wat ik probeer te doen. Een heel goed voorbeeld. Het studentenblad aan de UGent heeft ooit een gesprek, interviews afgenomen bij alle ex-schrijvers. Die alumnus waren. En gevraagd van aan welke lessen heb je veel gehad. Blijkt mijn confrater Chris Versluis te zijn, die altijd terugkeert. En hoe komt dat? Ik heb er ook les van gehad. Die man die kan op een heel vlot en een humoristische manier weliswaar. Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar hij kan dus echt de essentie van een verhaal eruit halen. Ook als dat heel dubbelzinnig is en die spanningsverhoudingen. En daar geniet je van. En dus in onze opleidingen waar dat mensen heel graag lezen, wij genieten daar nog dubbel van. Maar ik denk dat je dat wel degelijk... je hebt commentatoren moeten lessen van Nabokov over Tolstoy en Kafka maar eens lezen. En dan merk je dat een literatuurwetenschappelijk betoog van een goede literatuurwetenschapper, in dit geval een schrijver, dat wel degelijk... Je ziet dingen in teksten. Hetzelfde geldt voor goede muzikologen. Muziek, ja. Maar ook bijvoorbeeld... neem nog maar alle dagboeken van Leonardo da Vinci. Dat is gewoon ongelooflijk. Dan zeg je van... Ja, dus zowel wetenschappelijk als artistiek, maar de uitleg is enorm boeiend. Het hangt er inderdaad vanaf wat die uitleg dan ook kan bewerkstelligen en of die uitleg gewoon een procesbeschrijving is. Het gevaar is natuurlijk ook, men is expert of specialist in iets, men is muzikus en dan is men niet noodzakelijk expert in het gaan uitleggen van alle creatieve processen die eraan vooraf gingen. Zelf al waren die natuurlijk van uitermate belang om tot dat resultaat te komen. En misschien door het dan een beetje op een onhandige manier uit te leggen of op een minder belangrijke manier dan het ook gespeeld heeft, verliest men eigenlijk misschien de magic, hè? Dat is die in de kunst aanwezig is. Het feit dat we zeggen van wauw. Vries, dat we al aan de laatste vraag zitten. Nee, ik denk dat ze show don't tell, dan bedoelen ze ermee dat je niet... je moet verzanden in het beschrijven van handelingen en het geven van conclusies over denkprocessen van personages bijvoorbeeld. Je moet die tonen. Dus je moet een situatie schetsen waarbinnen een personage tot een gedachtegang komt. En dat is showing. Dus... Ik denk dat zo show don't tell moet geïnterpreteerd worden. Nu is er wel natuurlijk zo dat heel veel van die cursussen... film is geschreven, is dat een compliment of juist niet? Als de extra dimensie niet vergeten wordt. Want ik wou het net zeggen, hè, heel veel van die schrijfcursussen... de methodiek daarvan komt uit scenario-schrijfcursussen die uit de Verenigde Staten komen overwaaien... En zijn zeer sterk gericht op handelingen en vergeten heel vaak de esthetische ervaring. Die krijg je trouwens ook heel moeilijk aangeleerd. Hè? Dus, maar dat eerst is wel. Wat je leert op een schrijfcursus moet je wel kunnen. Het kan een soort binnenweg zijn, maar je kan eigenlijk het schrijverschap niet leren op een cursus. Het is een soort faciliteren van een loopbaan of van een proces... Dus ik denk dat je het eerder zo moet zien. Hè. Dus showing is heel belangrijk in literatuur natuurlijk. Professor Keune, dokter Koestes, ik wil u bedanken voor een zeer interessant uur.